Dennis Elzout, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom eens eventjes kijken in een lege, helemaal leeg is hij natuurlijk niet, sterker nog. Staat helemaal vol. Hij staat heel erg vol. We zijn goed klaar voor de feestdagen, maar helaas dicht. Ja, maar de mediamarkt dicht. Ik zag wel bij de ingang, jullie hebben wel pallets vol met bestellingen klaarstaan. Dus mensen komen hier wel om af te halen. Click and collect. Click and collect wordt onwijs veel gebruikt. Ja. Twee bussen direct, de dag nadat we gesloten zijn, aangeschaft weer. Ja. Dus ook, het kan bezorgd worden dezelfde dag. Dus voor 1 uur besteld, dezelfde dag nog in huis. Ja. Ja, wat hebben we nog meer voor mogelijkheden? Nou ja, je kan ons telefonisch uiteraard bereiken. Ja, dat wordt ook wel eens vergeten. Ja. Je gaat toch vaak naar de website. Straks even goed om te benoemen misschien. Het telefoonnummer. Maar er zijn ook van die dingen, kijk, we staan hier niet voor niks. Kijk, we staan bij de PlayStations. En die zijn heel lang niet op voorraad geweest. Moeilijk te krijgen, maar is dat nu weer gewoon beschikbaar? Ja, we hebben de Xbox in ieder geval deze week binnen gehad. Dus de Xbox X, die reverse variant, in ieder geval met Forza. We verwachten volgende week nog een grote levering. Tenminste, we hopen een grote levering PlayStations te krijgen. Dus dan is het wel onwijs belangrijk om al onze site even in de gaten te houden. Ja, want daar wordt het gewoon naar de voorraad ook. Kijk, je kan natuurlijk eindeloos naar het nummer wat ik je straks ga geven om direct te bestellen. Ja. Alleen ja, iedereen bestelt tegenwoordig nu landelijk. Dus ook wij sturen vanaf hier naar bijvoorbeeld iemand in Groningen als er in Groningen geen voorraad meer is. Ja. Dus het is gewoon onwijs belangrijk om na het weekend de site in de gaten te houden. Maar met bellen kan je ook wel, want ik heb ook wel eens gehad en dan was ik op zoek naar een gimbal en die stond niet op de landelijke site, maar ligt die wel weer in de winkel, ik zag hem net ook liggen. Ja, ja. Maar ik zie ook dat, bijvoorbeeld jullie Steps, is dat ook overal hetzelfde aanbod? Nee, er zijn 5 of 6 vestigingen die een large assortiment hebben. Ja. Dus wij hebben een keuze uit, ik denk een 16-tal Steps. Ja. Waarvan volgende week de verwachting is dat we ook nog Max Verstappen Steps binnen gaan krijgen. Moet niet gekker worden. Dus mooie Red Bull Steps. Voor echte kampioenen. Ja, voor echte kampioenen komen echt onwijs mooie Steps binnen. We hebben een zat keuze. Alleen, er wordt wel op ingespeeld. En hoe is het met daar vlakbij staan ook de bordspelen? Gaat dat een beetje naar jullie zin? Ja, bordspelen gaan heel goed. Ja? Ja, heel goed. En zeker ook nu bij het personeel natuurlijk. Dat, die hebben ook de mogelijkheid om eind van de dag spullen mee te nemen. Ja. Bordspelen gaat supergoed. Spelletjes in december en een lockdown. Ja, dat is wel... Dat is een hele goede zet. Wat is de favoriet? Ja, nog steeds. Ticket to Ride en Catan uiteraard. Oké. En de kleine spelletjes zoals Weerwolven. Ja. Er staat ook een carousel bij ons in de gang. Dus als je gaat afrekenen, kan je nog eens even een spelletje meepakken. Ja. Als we straks even wat foto's kunnen delen, dan kunnen de mensen ook gewoon bellen om een Catan-spel direct na een half uurtje bij ons af te halen. Nou, oké. Ideaal. Ja. En nog een laatste ding. Jullie doen ook mee aan de muntenactie van Wij Zijn de Stad. Heel belangrijk. En, loopt dat hier een beetje? Want het zijn natuurlijk over het algemeen, het zijn muntjes van 5 euro het stuk. Mensen hebben meestal een pakketje van 25 euro. Klopt, ja. Deze worden goed uitgegeven bij ons. En tot en met eind februari was het volgens mij, kijk je even aan... De kans is weer groot dat dan weer verlengd wordt. Omdat het, als de winkels natuurlijk tot 14 januari dicht blijven... Ja. Is mijn inschatting dat het dan wel weer tot juni verlengd zal worden. Maar dat is een schatting. Voor elk product bij ons in de winkel gewoon de munten inleveren. Ja, want als ik dus hier een Xbox wil kopen en ik heb voor 50 piek van die munten, dan trek je het gewoon van het bedrag af. Trek je knip maar open, bij ons zijn ze welkom. Helemaal duidelijk. Dankjewel. En succes met alles weer. Fijne dag. Jij ook, man. Dankjewel. Hoi.